2008. Een wereldwijde economische crisis treft ook Nederland. Bedrijventerreinen die komen leeg te staan en nieuwbouwprojecten die worden stilgelegd. Ook veel winkelstraten krijgen het moeilijk. Mensen hebben steeds minder te besteden en het geld dat ze te besteden hebben, geven ze meer en meer uit aan online winkels. Winkelen, wonen en werken verandert. En in de leegstaande bedrijfspanden vestigen zich kleine bedrijfjes en ZZP'ers. Er wordt niet meer nieuw gebouwd en de aandacht die verplaatst zich naar leegstaande gebouwen die een nieuwe invulling krijgen. Ook grotere gebieden worden anders ingericht, zoals hier, de nieuwe stad. Het terrein van de oude Prodentfabriek in Amersfoort. Hier is een dynamische microstad ontstaan met een festivallocatie en een mix tussen grote en kleine bedrijven. Wie wil hier nou niet werken? De ideeën sluiten helemaal aan bij nieuwe visies op duurzaamheid en ander gebruik van de stad en de openbare ruimte. Zo ontstaat er een nieuwe dynamiek in de stad. Rond 2015 komt er een einde aan de crisis. Door de jarenlange stilstand wordt er vanuit de bouw geroepen om meer nieuwbouw. De vraag is, gaan we hergebruiken of nieuwbouwen? En dan hebben we het vooral over het westen van het land. De steden die blijven maar groeien, terwijl het aan de randen van Nederland steeds leger wordt. De Randstad zal moeten gaan uitbreiden, maar de vraag is hoe? In de stad of in het weiland?